Beste collega, welkom op de webinar rond jaarplannen en het gebruik binnen Smart School. Er bestaat een webinar van Smart School zelf, die vind je onder handleiding en dan jaarplannen ingeven. Die dateert van maart 2011. Wij gaan proberen een iets nieuwere versie te maken met ook meer praktijkvoorbeelden van onze school. Wat gaat de uiteindelijke bedoeling zijn? Dat ik dit jaarplan ga nabouwen. Het is maar een heel kort beknopt voorbeeld. Het gaat over één klasje, wat daar normaal gezien een jaarplan over meerdere klassen uiteraard gaat. Maar ik gebruik 4 LAUA, omdat dat een huidige klas van mij is als voorbeeld. En ik ga ook maar één trimester uitwerken. Trimester 2, dan kan ik dat gebruiken in mijn digitale agenda. En dan zie je ook waar dat we in de toekomst naartoe gaan, excuseer. Ik ga dit jaarplan nabouwen. Dus ik ga er eventjes terug uit. En dan zien we de jaarplannen die ik op dit moment aan het gebruiken ben, maar ik ga een nieuw bouwen. Je drukt er rechtsonder op waar staat jaarplannen. Dat had ik misschien beter eens laten zien in Smart School. Als je naar de startpagina gaat, dan ga je rechtsonder, juist onder schoolagenda, ga je jaarplannen zien staan. Dan kom je op de jaarplannen die je dit jaar gebruikt. Wil je alle jaarplannen zien, dus toon alle schooljaren, dan krijg ik van mij alle jaarplannen te zien die ik al ooit gebruikt heb. Op dit moment zit ik in het schooljaar 2016-2017. Dus de bedoeling dat we die jaarplannen gaan maken voor 2017 en 2018. Maar ik kan er dan dit jaar al mee beginnen als ik ze dit schooljaar laat starten. Dus ik ga een nieuw jaarplan maken. Ik krijg altijd de keuze tussen mijn school of iets uit de boekentas. De school opteert ervoor om uniform te werken en heeft zelf een schabloon. Of we hebben zelf een schabloon eigenlijk opgebouwd. Dus je vertrekt vanaf mijn school. Ik ga dat nu eventjes bouwen voor 2016-2017. Je zou ook wel kunnen gaan bouwen voor 2017 en 2018. Maar ik gebruik eventjes dit schooljaar, zodat ik jullie de praktijkvoorbeelden beter kan tonen. Gebaseerd op welk schabloon, gebruik niet het oude. Dit jaarplan Lyceum Oud, want dat is het huidige dat door ondertussen 46 van onze collega's in gebruik is. Dus een 46-tal jaarplannen zitten nu op dit moment digitaal al in Smart School. Maar vanaf volgend schooljaar werken we met deze twee schablonen. Ofwel heb je een niet-taalvak, of een vak dat niet in de cluster talen terechtkomt. Dan kies je voor niet-taalvak. Heb je wel een taalvak, dan kies je uiteraard voor dit schabloon. Ik kan jullie nu al zeggen, het enige verschil tussen die twee schablonen is dat in het taalvak schabloon er een onderdeeltje vaardigheden zit. Dus ik zal dit aanduiden, dan zien we dat vak er ook bij staan. Heb je een niet-taalvak, kies gewoon het bovenste. Ik ga dat eventjes helemaal nabouwen. Dus ik noem dat het jaarplan. Ik zal het eventjes jaarplan noemen. Hè. Jaarplan Informatica. En ik zet er voor de zekerheid eventjes bij dat dit eigenlijk alleen toegepast is op 4 LAUA. Maar jullie zetten daar normaal gezien dat er niet bij, natuurlijk. Hè. Jaarplan Informatica, wat ik wel vaker doe... Is er een naam bijzetten van de leerkracht? Moest je jaarplannen gaan delen met elkaar? Een omschrijving er eventjes bij. Dit is voor mijn testjaarplan voor deze webinar. Het mag zichtbaar zijn. Voor welke klasse heb ik dat nodig? 4 LAUA ga ik er in dit voorbeeld even uitpikken. Hier uit de klas aan, dat kan je in dat systeem. Zet het in de rechterkolom. Drukt op opslaan en hij is klaar. Hier van onder kan je nog met meerdere auteurs samen aan een jaarplan werken. In dit voorbeeld ga ik het eventjes maken. Je drukt op opslaan en het jaarplan is eigenlijk klaar om te gaan bouwen. Dus je ziet het hier staan. Ik zal verberg verborgen. Zo, dan zie je het andere niet. Dus ik had eventjes laten zien, dit jaarplan had ik onzichtbaar gemaakt gewoon via dit knopje. Je kan dat verbergen of terug laten zien. Ik heb een jaarplan voor 4 Informatica. Daar is eigenlijk nog niet veel aan te zien. Want als ik dat ga openen, dan ga je een vast stramien zien staan. Daar staat nog niets in. Nu, wat dat je best als allereerst invult, voordat je begint lessen toe te voegen, is dit knopje. Vul de algemene informatie in. En dan krijg je te zien eigenlijk wat dat de school verwacht dat op de eerste pagina van een jaarplan staat. Of welk schooljaar gaat het? In dit geval 2016 en 2017. Het vak is informatica. Oei, natuurlijk juist schrijven. Mijn naam... Er even bij. Even naar beneden scrollen. Mijn afkorting. De klassen. Bijvoorbeeld, ik zal nu eens eventjes opschrijven. Alle vierdejaars. Ik heb dat 1 uurtje per week. Mijn leerplannummer. Ik hoop dat ik het nog bij de hand heb. Daar zit hij. Ik kopieer en plak het eventjes van een ouder documentje dat ik hier nog heb staan. Zo, dat is mijn leerplannummer. Welk handboek gebruik ik en welke websites raadpleeg ik eventueel? Ik hoop dat dat ook te kopiëren en plakken valt. Dat scheelt mij weer wat extra werk. Voilà. En bij de opmerkingen zullen we iets schrijven over het 8e lesuur op dinsdag. Voilà. Dus ik heb wat algemene informatie ingevuld. Eén keertje invullen,
druk op opslaan en dat is verwerkt. Moest je het nu al gaan exporteren, dan ga je zien, dan krijg je een leeg jaarplan met die algemene informatie. En nu gaan we eraan bouwen. Er zijn eigenlijk maar twee knopjes die je nu nodig hebt. Dat was dat knopje van algemene informatie en het knopje om een jaarplan te gaan wijzigen. Op het moment dat je dat drukt, moet je eventjes wachten en dan krijg je wat meer icoontjes. Niet zoveel meer, maar vooral deze twee zijn nu belangrijk. Een nieuwe titel en een nieuwe lessenreeks. Dus wat ik ging nabouwen, heb ik hier juist laten zien. Ik heb dat voor mezelf ook even, zogezegd, in een soort Word-documentje gestoken. Dit is eigenlijk jullie jaarplan dat je nu al hebt. Hopelijk heb je dat digitaal, dan kan je veel copy-pasten. Hier ga ik dus ook van copy-pasten, uiteraard. Dus ik zet dat even terug op mijn ander scherm. En ik weet dat ik mijn jaarplan, en de directie vraagt er ook in drie onderdelen gaan moeten indelen. De drie trimesters die dat er op een jaar zijn. Dus ik kan hier kiezen voor nieuwe titel. Je ziet dan een grijs balkje verschijnen. Druk je daar nog eens op, komt er een tweede. En ik weet dat ik er drie ga nodig hebben. Dus ik druk driemaal op die nieuwe titel. En ik ga die gewoon ook invullen. Je klikt er van bovenin. Deze noem ik trimester 1. En je kan daar nog een onderwerpje bij zetten als je echt projectmatig gaat werken natuurlijk. Merk wel op dat het altijd in hoofdletters zal staan. Ik type geen hoofdletters, maar hij maakt er zelf van bij een titel. Trimester 2. En trimester 3. Voilà. Om jullie een beter beeld te geven, ga ik alles uitwerken in trimester 2, zodanig dat ik ook de schoolagenda daaraan kan koppelen. En dan ga je echt de voordelen zien. Druk op trimester 2 om daar een lessenreeks in te gaan maken. Hier van boven staat een plusje bij de nieuwe lessenreeks. Je drukt op lessenreeks en dan krijg je een soort hoofdtitel. Je kan dan alle gegevens gaan invullen, maar ik gebruik dit ook echt als een titeltje. Dus ik zeg, dit is een onderdeel. En dat gaat over, ik copy-paste uiteraard, zo, de inleiding van tot programmeren. En ik heb zo eigenlijk drie lesjes. Daar komt de directeur. We gaan hem eventjes negeren, heel professioneel. We gaan verder. Ik ga nog een nieuwe lesreeks toevoegen. Zo, nieuwe lesreeks. Daar komt mijn tweede lesreeks. Eigenlijk had ik daar beter een nummering bij gezet, was voor jullie duidelijker geweest. Dus dat ga ik doen. Zo, dat is mijn tweede lesreeks. De reeks, deze ga ik even aanpassen. Een 1 daarvoor, zodat we duidelijk zien dat we drie lessenreeksen gaan maken hierin. Ah, nu zie je dat die ertussen ingesprongen is, maar ook op zich moet dat eenvoudig te verplaatsen gaan zijn. Dus ik ga dat zo dadelijk ook eens proberen. Mijn derde onderdeel is grafisch programmeren. Zo, opslaan. Goed, en dan kunnen we hier met die pijltjes kan je een lessenreeks naar boven of naar onder verplaatsen. Dus 2 en 3 moeten gewisseld, dat zie je. Ik haal 3 eventjes naar beneden en 1, 2 en 3 zijn gewisseld. Voilà, nu is het een kwestie van mijn lessen te gaan toevoegen. Hè. Dus hier zie je staan nieuwe les, dus ik heb mijn lessenreeks klaar. In die eerste lessenreeks, die inleiding, zit maar één lesje. Dus ik druk op nieuwe les toevoegen. Ik klik bij mijn uren en ik type hoeveel uur dat ik daarvoor voorzie. En hetgene dat bij hier lesonderwerp komt te staan, en dat ga ik even laten zien, zo. Ik ga dat ook weer kopiëren natuurlijk. Hè. Hier. Ditgeen dat je hierin geeft, kan je automatisch in je agenda laten komen. Voor de leerlingen, voor jezelf, eigenlijk heel erg handig. Ik ga dat laten zien. Druk op opslaan. 1 lesreeksje. Hier zitten er wat meer onder, dus dat ga ik ook zo dadelijk uitwerken. In de mini-databank ga ik ook wat dingetjes zetten. Hier staat mini-db of mini-databank. Dat zijn vaardigheden. Ik heb het niet taalvak, maar ik ga toch even laten zien wat dat daarin zit. Wat kunnen ze bij mij bij het... Bij de inleiding natuurlijk doen, dat is luisteren en kijken. Dus ik ga luisteren en kijken aanduiden, opslaan en je gaat zien dat er al twee vaardigheden geselecteerd zijn. Er zijn zodanig ook wat leerplandoelstellingen nodig. Dus ook die kan ik gaan aanduiden, dus ik druk gewoon op leerplandoelstellingen. Je krijgt een overzicht en moet je eventjes gaan filteren. Als je dit eenmaal hebt ingesteld, dan gaat die volgende keer rekening houden met wat dat je gekozen had. Hè. Dus ik zit in het secundair onderwijs. De tweede graad heb ik nodig, ASO, en ik zit in mijn tweede leerjaar, de vierdejaars uiteraard. Ik zoek informatica, dat is dit jaarplan, of dit leerplan, sorry. Ik druk op die pijl erachter en dan krijg je alle leerplandoelstellingen te zien. Ik zit in het programmeren stuk, ik weet dat dat bij onderdeel 9 staat. En ik zit bij de inleiding, dus ik heb die drie leerplandoelstellingen nodig. Gewoon aanduiden, je drukt op opslaan en je gaat zien, er zijn er 3 verwerkt. Eindtermen zitten er hier bij mij niet in. Bij de opmerking kan ik eens eventjes voor mezelf gaan opschrijven wat dat ik zeker niet mag vergeten als ik die lessen aan het doen ben. Zo, bijvoorbeeld dat ik inlogcodes ga moeten klaarhouden. Druk op opslaan. Onderzoekscompetenties kan je ook zelf invullen. Dus dat veld is nu leeg, maar je kan je gaan invullen. Ik zal er eens wat
vakoverschrijdende eindtermen aan vasthangen. Ik heb er eentje nodig uit de stam, die over respect. Dus ik ga alle eindtermen even laten zien. Hier van onder toon alle eindtermen. Ik heb er een nodig van de stam, die gaat over respect. Daar, voilà. Leerlingen gedragen zich respectvol. Dus je klikt dat hier gewoon aan. Hij zegt ook, je hebt er eentje geselecteerd en die komt in de rechterkolom te staan. Alles wat hier staat, gaat hij zelfs aanduiden. Dus ik heb uit context 1 heb ik ook wel wat dingetjes nodig, zoals bijvoorbeeld regeltje 4, ergonomische zithouding, en iets lager, veiligheidsvoorschriften aanleven, sorry. En dan hier in het socio-relationele heb ik nog het erkennen van gezag. Zo, opslaan en ik heb 4 voeten geselecteerd. Je ziet die nog niet, maar dat zit hier verborgen van boven. Ik ga het zo dadelijk laten zien. Ah, hier zitten ook nog inlogcodes. Misschien handig als ik die er nu al aan vasthang. Dus we hebben een bijlage voorzien. Bijlage toevoegen. Je kan kiezen om een bijlage toe te voegen. Ik weet dat ik die hier heb gezet. Dus ik zal eens eventjes naar jaarplannen gaan in mijn Dropbox. Bij de sessies. En daar zijn inlogcodes. Kan je die gewoon slepen. Of je drukt kiesbestand natuurlijk. Bestand uploaden. Eventjes wachten. Ik sluit. Sluit. En je ziet dat het plusje weg is. Dus dat er een bijlage aan hangt. Dus eigenlijk heb ik nu een eerste les ingevuld. Hoe komt het dat ik die dingetjes niet zie, wat in de vaardigheden zit? Gewoon omdat ik van boven die filtering heb uitgezet. Als je dit aanklikt, gaat die beneden eigenlijk een uitklapmenu geven waarin dat je vaardigheden te zien zijn. Wil ik de leerplandoelstellingen zien? Heel eenvoudig, leerplandoelstellingen en ze klikken vanzelf terug uit. Evenzeer terug aan en uitzetten, geen probleem. Waar moet je wel op letten? Voor het moment dat je jaarplan gaat exporteren als pdf. Als je hierop drukt, gaat hij exact een pdfje maken van wat dat je op het scherm ziet. Dus dit is eigenlijk meer een overzicht. Als je echt een jaarplan wilt kant-en-klaar maken, moet natuurlijk alles uitgeklapt zijn. Dus je kiest dan al je voeten, leerplandoelstellingen en eindtermen. En gaat dan pas drukken op download als pdf. En dan zit eigenlijk alles erin verwerkt. Even terug dichtklikken. De lesreeks kan je ook dichtklikken, dat zie je van boven. Ik ga mijn lesreeks eens eventjes afwerken. Eens kijken, ik heb nog 3 lesjes waarin ik ga programmeren in Google Summer of Code. Dus ik zeg nieuwe les toevoegen. Dat zullen 3 lesuren zijn. En het lesonderwerp gaat zijn dit stukje, zelfstandig werk. Daarin zit natuurlijk ook wel extra informatie. Dus hier bij mijn opmerking ga ik zeggen dat we op die website moeten gaan inloggen. Zo, niet vergeten. Ik heb ook wat vaardigheden nodig. Vaardigheden zijn bijvoorbeeld, ze gaan zelf moeten werken, dus lezen en kijken. Ze gaan zelf uit hun fouten moeten lezen. En bij de leerplandoelstellingen heb ik de laatste nodig. Leerplandoelstellingen 9, die heb ik allemaal nodig. Hier lopen ze eigenlijk allemaal opslaan. Dat zouden er 8 moeten zijn en ze zijn verwerkt. Nog 1 lesje toevoegen. Zo, 1 les voorzie ik om te programmeren met Lightbot. Het onderwerp dat in de klasagenda komt, is dit. En ik moet er natuurlijk aan denken om dat klaar te zetten voor de leerlingen. Dus ik heb in mijn tekst voor de leerlingen op de S-schijf die bestandjes gaan klaarzetten. Een schematische voorstelling moeten mijn leerlingen ook doen. Dat zal 1 lesje zijn. Ik ga het uiteraard beknopter maken dan dat het in de werkelijkheid is. Ik heb wat tekst nodig, en zo. En bij grafisch programmeren gaan we ook een lesreeks toevoegen. Met 3 lesjes, waarin dat ze hun eigen Xbox game gaan maken. Dus 3, zo. En dat voegen we toe. Opslaan. Voilà. Eigenlijk is mijn jaarplan al redelijk klaar om er echt mee te gaan werken. Dit is eigenlijk wat jullie dienen uit te bouwen. En dan natuurlijk voor iedere lesreeks te gaan klikken welke leerplandoelstelling, eindterm of vakoverschrijdende eindterm je gaat behalen. Ik ga mijn jaarplan eens bewaren. Dus je ziet hier een knopje staan opslaan. Daarlangs staat ook opslaan als. Dus je kan verschillende versies van een jaarplan gaan maken. Ik maak het mezelf niet te moeilijk en hou altijd 1 versie als definitieve versie. Ja, dat kan je eigenlijk nooit meer vergissen. Daar zijn mijn ouders, die gaan we ook wegklikken. Dit knopje heb ik eigenlijk nog niet gebruikt. Maar ik heb de schoolagenda rechtstreeks gekoppeld. Ik ga je laten zien wat dat betekent. Als ik nu opslaan druk, zie je dat je niet meer in de werkmodus zit. Je kan hier wel nog alles gaan dichtklikken. Of ik wil nu de leerplandoelstellingen zien van die reeks. Ik klik die gewoon aan.
of uit. Zo eenvoudig gaat het. En dan krijg je alles te zien. Dus je kan er nog wel mee werken, maar je kan er niets aan wijzigen op dit moment. Wil ik het gaan afdrukken? Ik zal eens eventjes alles uitklikken. Dan zeg je... Even weg. Dan zeg je hier download als PDF. Hij gaat dat PDF-bestand genereren. Ik ga dat eventjes hier laten staan met die naam. Eens even opslaan. Eens kijken wat dat geeft. Zo. Daar is mijn jaarplan voor informatica. Alle informatie staat erin. Dit zijn die algemene gegevens die ik ingevoerd had. Zo. We gaan ondertussen de GSM ook maar op stil zetten. Zo. En je ziet dat het jaarplan helemaal geëxporteerd is met alle onderdeeltjes erin. Zo weinig werk heb je daar eigenlijk aan. Waar gaat de school in de toekomst naartoe? Is dat je dat jaarplan gaat gebruiken eigenlijk om een stuk van je schoolagenda te gaan automatiseren. Ik ga het je laten zien. Dit is mijn schoolagenda. Waar zit schoolagenda trouwens? Ik zal dat ook eens laten zien. Hier van onder. Iedereen heeft recht om die nu al te gebruiken. Dus je gaat naar schoolagenda. Jullie gaan zien dat die bij mij eigenlijk al ingevuld is. Ik gebruik die ook altijd. Nog eens dichtklikken. Ik ga naar volgende week. Dus ik geef nu jullie pedagogische studiedag volgende week. Maar hier staat 4 LAWA en die hebben een les. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga eens een les eraan koppelen. Zo. Ik dubbelklik op mijn schoolagenda. Ik ga zeggen, daar hangt een jaarplan aan vast. Ik ga hier kiezen welk jaarplan. Je ziet dat ik al een huidig jaarplan aan het gebruiken ben. De laatste keer hopelijk. Zo. Ik heb 16 uren reeds gekoppeld van mijn oude jaarplan. Dit is het nieuwe jaarplan dat ik aan het gebruiken ben. 0 lesuren gekoppeld. Dus als ik dat wil gaan koppelen, klap je dat gewoon uit. Hij gaat daar volgende keer rekening mee houden. En dan zie je eigenlijk een handig overzicht. Trimester 1, trimester 2. En dat was het trimester 3. En met de verschillende lesonderwerpen en lesjes in. Stel dat ik volgende week de inleiding geef, dan zeg ik hier gewoon dit stukje. Daar heb ik 1 uur voor voorzien. En hij gaat zelfs daar uren effectief ook daadwerkelijk 1 van maken. Ik ga eens eventjes opslaan. En je gaat zien dat het lesonderwerp dat nu nog leeg is, hij heeft het toch al gekoppeld, dat hij dat zelf daarvan afgehaald heeft. Dus je drukt opslaan, je wacht eventjes en je lesonderwerp is volledig ingevuld. Ook voor de leerlingen, zeer handig. Dus als ik nu de week erna zou pakken, zo, en ik ga vrijdag naar de 10e februari, ik ga datzelfde doen, jaarplan. Ik klik mijn jaarplan uit. En je gaat zien dat ik vorige week wel effectief een uur les gegeven heb aan die klas. Dus nu ga ik programmeren geven, dat zijn 3 uur. Dus ik zou eigenlijk achter elkaar 3 lessen of 3 weken... zo de agenda moeten invullen. Dus ik ga dat zo doen, opslaan. En zo heb ik ongeveer 2 lesjes gekoppeld. Waarom is dat ook nog handig? Los van het feit dat alles nu al correct ingevuld is, is dat je via start, ik ga eens eventjes terug naar start, bij jaarplannen ook eenvoudig zou moeten kunnen gaan zien wat het overzicht is. Dus als je op overzichten klikt, kan je eigenlijk van jouzelf, jij alleen van je eigen jaarplannen, overzichtjes genereren. De directie kan meer zien. Dus je kan een overzicht vragen van de leerplandoelstellingen die gehaald zijn, stukjes uit de minidatabank, de eindtermen, de vakoverzijn, de eindtermen, die 2 dan. Dus ik ga het eens eventjes op leerplandoelstellingen houden. Wat je gaat zien, ik ga de juiste klasse kiezen, omdat ik al gebruik maak van digitale jaarplannen, is dat we een beetje te veel gaan zien. Ik heb maar 1 leerplan. Ik ga het schabloon taalvak pakken. Zo, en ik heb het jaarplan nodig dat ik juist gemaakt heb. Oké, van welke datum? Ik heb niet zo heel veel ingevuld, dus ik zal van januari tot begin maart eens laten zien. Ik ga niet filteren, je kan filteren op wat je nog moet plannen of wat dat gepland is. En welk soort zicht dat je wil krijgen. Wil je een dashboard, een taartdiagram of een overzicht? Ik pak eens eventjes overzicht. Ik druk op toon resultaten en krijg je wel iets wat dat... een beetje vervelend is om in dit voorbeeld te tonen. Informatica maakt geen gebruik van een jaarplan. Informatica in de tweede graad is een graadplan. Daarmee dat je ook de leerplandoelstellingen van vorig schooljaar, dus toen die leerlingen in 3 LAWA zogezegd zaten, dat je die hier nog verwerkt ziet. En omdat ik toen het jaarplan niet gebruikte, zie je dit niet aangeduid. Wat dat wel zou aangeduid moeten worden, is hier beneden, we zijn met programmeren bezig, die deelcompetentie 9.1, is dat die al voltooid is. Dus je gaat dan eigenlijk heel snel kunnen zien, je kan dat ook exporteren trouwens, als PDF of als Excel-bestand. Je kan heel eenvoudig zien wat dat je al gehaald hebt in welke klas. Want had ik hier een andere klas geselecteerd, dan zie je dat ik bijvoorbeeld die leerplandoelstelling niet gehaald heb. En nu zie je ook het dynamische van Smart School een beetje. Stel dat je zegt, deze leerplandoelstelling, 8, 3, 5 in mijn geval, die heb ik ook al gezien in de les.
dan had ik dat eigenlijk in mijn jaarplan kunnen aanduiden. Dus ik had kunnen zeggen, ik zal nog eens eventjes dichtklikken. Stel dat ze in de inleiding tot programmeren, deze, ik zal dat ook nog eens dichtklikken, want anders krijgen we wat veel te zien, hier. Stel dat hier nog een andere doelstelling was bij geweest, en die doelstelling 835. Je gaat zien hoe snel dat dat werkt. Als ik zeg van, hier moet een leerplandoelstelling bij, gedrukt wijzig. Ik ga hier opnieuw gewoon een leerplandoelstelling selecteren. Ik weet dat ik 835 nodig heb. 835, ik duid hem aan. Druk op opslaan. Ik ga mijn jaarplan opslaan van boven, zo. Je weet uit de agenda dat ik die inleidingsles al gegeven heb. Dus als ik nu op toonresultaten ga drukken, dan gaat als alles goed is deze leerplandoelstelling ook als gezien aangeduid worden. Ik kan het eventjes drukken, toonresultaat, voilà. Je ziet dat dat automatisch en heel dynamisch aangepast wordt. Waar dient dit pijltje nog voor? Ik zal het eventjes uitklikken. Als je dit pijltje uitdrukt, zie je waar dat je die leerplandoelstelling gehaald hebt en voor welke klas. Dat is eigenlijk het uiteindelijke doel van ons leerplansysteem of jaarplansysteem binnen Smart School. Nu, voorlopig vraagt de directie van jullie om je jaarplan, ik zal dit nog eens eventjes dichtklikken, om dit onderdeel te maken. Enkel het jaarplan maken is voldoende. We gaan in de toekomst naar een digitale schoolagenda. En dan ga je zien, dat maakt het heel handig om heel snel, ik zal eens eventjes naar schoolagenda gaan, om heel snel te zeggen, die klas heeft die les. Je haalt het gewoon uit het jaarplan, zo. Je ziet hoeveel uren dat je er al geweest bent, is eigenlijk een heel handig overzicht. Moesten er nog vragen zijn, Peter en ikzelf zijn altijd terug te vinden. Om de technische kant te bespreken, voor de inhoudelijke kant kan je best bij vakcollega's, vakhoofden of eventueel de directie terecht. Veel succes alvast!